In Parijs is er na 2 weken van onderhandelen dan eindelijk een klimaatakkoord. De ministers van 195 landen zijn het eens over maatregelen tegen klimaatverandering. Een baanbrekend historisch akkoord wordt het genoemd. L'accord de Paris pour le climat est accepté. BBL heeft een bijdrage geleverd aan het tot stand komen van het Parijsakkoord. Door het zichtbaar te maken wat er nodig is om 2 graden te bereiken via modelberekeningen. Nou, er zijn een aantal mogelijkheden. We kunnen proberen minder energie te gebruiken. We kunnen energie op een andere manier opwekken. We kunnen daarnaast de landbouwmethode veranderen en onze productiemethodes veranderen. We kunnen het imagemodel gebruiken om scenario's te maken. Zo kunnen we verkennen wat er gebeurt als we op dezelfde voet doorgaan. Maar we kunnen ook verkennen hoe je het Parijsdoel kan halen. Eén mogelijkheid is bijvoorbeeld de inzet van bio-energie. Dat helpt emissies reduceren, maar vereist wel land. En dat heeft dan weer consequenties voor de wereldvoedselvoorziening of voor de natuur. Nou, zo kunnen we van veel meer maatregelen bekijken hoe ze eventueel emissies kunnen reduceren en wat de andere voor- en nadelen zijn. Als mens kun je dat allemaal niet overzien. En dat is nou juist de reden waarom we dit proberen te vangen in een computermodel. Het werk is dan vervolgens rechtstreeks gebruikt in de klimaatonderhandelingen en gaf overheden een beeld hoe je inderdaad aan 2 graden kon voldoen. Dat maakte het mogelijk voor overheden om inderdaad de keuze te maken om het klimaatakkoord te ondertekenen. Nou, ik ben heel blij dat ik via het werk met het imagemodel kan bijdragen aan een beter milieu en een beter klimaatbeleid. Om zo op deze manier de wereld goed leefbaar te houden.